De examenmarkt van leerjaar 10 op de verschillende VOJ-scholen is gisteren met succes afgesloten. Tijdens dit lesonderdeel hebben leerlingen de opdracht gekregen om een werkstuk te maken en tentoon te stellen. Op de Anton Resida School te Leiding is ook getoond wat hun creatief vermogen is. Directeur Shalini Narayan liet tijdens de afsluiting van de examenmarkt weten dat ze onder de indruk is van wat haar leerlingen hebben neergezet. Ik vind het prachtig natuurlijk, want bij de opening heeft de DC reeds aangehaald. In het verleden waren we altijd vaak genoeg gedwongen om een bepaalde richting op te gaan. Maar er zijn nu nog ouders die verwachten dat hun kinderen advocaat worden, arts worden. Of van dat soort beroepen rechter worden, van dat soort beroepen kiezen. Maar ze moeten rekening houden en daarvoor is dit alles, is die vernieuwing om bewustwording te creëren. Dat onze kinderen veel meer kunnen dan alleen arts worden en advocaat worden. En we hebben ook veel meer mensen nodig. De examenmarkt is onderdeel van de vernieuwing binnen het onderwijssysteem in Suriname. Het stimuleert leerlingen om ook voor een praktisch beroep te kiezen. Gelet op de ontwikkelingen die Suriname zal meemaken met de olie- en gassector, zullen de dienstverlenende beroepen nodig zijn. Districtscommissaris Bholanat Narayan van Wanica Noordwest was ook aanwezig tijdens deze examenmarkt in zijn verzorgingsgebied. De burgervader moedigde de leerlingen aan om hun creativiteit verder uit te breiden. Narayan blikte terug op zijn schoolperiode, waarin er weinig keuze was voor leerlingen om een bepaald beroep te kiezen. Hij is daarom blij met de vernieuwing binnen het onderwijs die leerlingen meer perspectief biedt. Er is keuzezet. En wat is gaan gebeuren jaren 78, 79? Je kreeg dan een overschot aan leraren. Dus de leraren hebben zo hard gestudeerd, maar konden geen werk vinden. Heel veel mensen hadden toen gekozen alleen om leraar te zijn. Terwijl wij in Suriname heel veel grondstoffen hebben, bedrijven hebben, waar technisch kader nodig is. En ik moet u zeggen, technisch kader is schaars. Niet in Suriname, maar ook in andere landen. En daarom zien we ook de trek van technisch kader naar het buitenland. De participatie van de leerlingen was boven verwachting. Vanaf de datum bekend was voor de examenmarkt, hebben de leerlingen alles in het werk gesteld om hun beste beentje voort te zetten. De examenmarkt van de Anton Resida School heeft veel bezoekers aangetrokken. Ook de STVS Nieuwsdienst stond versteld van de opdrachten die leerlingen hebben uitgevoerd. Enkele leerlingen gaven aan dat ze blij zijn dat ze via het vernieuwd onderwijssysteem kunnen aantonen wat ze in de toekomst kunnen betekenen voor Suriname. Ik heb windenergie gemaakt door molens aan een motor vast te maken met stroomkabels. Dus hier heb ik plaatsjes van een stuwmeer. Die stuwmeren werken met een turbines die zijn gekoppeld aan de generator. Het water stroomt door het turbine, waardoor het turbine elektriciteit opwekt door het generator, want het is gekoppeld aan de generator. Ik zet acryl nu voor iemand en ik zet mijn kwas in liquid, zodat ik mijn poeder kan nemen en kan applyen op de nagels. We hebben een bank gemaakt, ook voor ons gescheurd, 2 sieradenboxen en een kleinere model van een tafel.